iedereen op deze lustrum editie van de Supercar Drive. Gelukkig geen regen gehad vanmorgen, dus ik ben blij dat iedereen veilig aan is gekomen. We gaan zo het eerste gedeelte van de route starten. Omdat het een speciale editie is, willen wij jullie allemaal vragen om fanatiek deel te nemen. Om met de meest leuke of originele foto, het mogen selfies zijn, het mogen locaties van onderweg zijn. Maar kom allemaal met echt originele foto's op de eindlocatie. Gaan we die op een groot scherm gaan we die vertonen. Dan wens ik jullie een hele veilige eerste gedeelte toe. En dan zie ik jullie allemaal hopelijk zo direct op de tussenstop. Een leuk gezellig groepje bij elkaar. Ja. En ze willen allemaal van het team meedoen met de fotowedstrijd. Ik ben benieuwd hoor. Mercedes, wat ook kapot gaat, yeah. Als die vooraan de heuvel staat. Straks al die mensen en de SLS goed duwen dat ding. Kan iemand mij even vertellen wat er aan de hand is? Oh, die van Reiter. Nee. Nee, maar wat is er met Mark aan de hand? Wij staan nog bij de startlocatie. De SLS, op de enige doorgang die er was, ging de SLS kapot. En niemand kon weg dus. Maar ja, hij doet het, sinds net doet hij het weer, dus we gaan nu rijden. Ja, precies. Nou, ik zie jullie zo, we gaan rijden nu. Ik rij een Porsche 911, Carrera S, 997. Ik rij in de Ferrari 458 Speciale. Nu met een BMW M6. Ik rij Bentley Continental Flying Spur. Hij heeft standaard 355 pk. We hebben IJzerman uitlaat eronder gezet, waardoor hij ongeveer 30 pk winst zou hebben. Dus rond de 385 heeft hij nu.
zat. Hij heeft 605 pk, tenminste dat is de fabrieksopgave. Mm-hmm. Maar omdat het handgemaakte motoren zijn, verschilt het natuurlijk nog wel eens. Je kan niet echt precies cijfer zeggen, maar zo rond de 600. 560 pk. Normaal, dit is geen speeduitvoering, is het 560 pk, maar hij is getuned en we zitten nu 700 pk. Nou, we hebben laatst in Duitsland hebben we de 300 even aangetikt en vandaag hebben we de 254. Nou, vandaag is het niet heel hard geweest, misschien 200 km per uur. Dus. Als je twijfelt om aan zo'n evenement mee te doen, vooral gewoon doen. Want het is gewoon top. Het is echt allemaal auto-idioten onder elkaar. Ja, ik vind het een leuk evenement. Leuke routes sowieso. Mooie bochtige dijkweggetjes. Dus super weer. Leuke mensen. En, okay. Goed georganiseerd. Dus hartstikke leuk. Ik zal nog een keer weer gaan. We gaan de winnaar bekendmaken van de foto's. We hebben er eigenlijk twee, maar Mark en zijn zoon van Akrapovic zijn al weg. Dus ik wil Roy Tito en Colette even naar voren vragen.